Op zo'n mooie dag komen ze af en aan. De bezoekers van kinderboerderij De Waterster in Wateringen. Maar steeds vaker is het hek gesloten omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Ook vorige week op woensdagmiddag. En die mevrouw zei, nee, we gaan weg, want we hebben geen vrijwilligers genoeg. Nee, we keken elkaar aan en we vonden het zo vreemd. En toen kwamen er nog meer kindertjes en nou, het hek was op slot. En nou, toen dacht ik, nou moeten we nou een brief gaan schrijven? Maar ja, er is eigenlijk niks van gekomen. Maar ik vind het heel verdrietig. Nou, het grootste probleem is dat we te weinig mensen hebben om het draaiende te houden. Het een is het gevolg eigenlijk van de gemeente die een beetje wisselend is geweest in de beheerdersvergoeding. Want eerst konden zij een beheerder voor 28 uur per week inhuren. Die vergoeding zou worden ingetrokken. Daar kwam de gemeente later op terug en bood 400 tot 500 euro per maand. Uiteindelijk, na bezwaar, is het allemaal teruggedraaid. Alleen is niet duidelijk voor welk bedrag. Door die wisselingen van de gemeente is de beheerder, die heeft gezegd, ja, dit is geen vaste baan voor mij, dus ik vertrek. Nou, het gevolg is dat wij nu met heel veel problemen zitten, gezien de bezetting. Dagelijks komen kinderen langs. Ook van de naastgelegen basisschool. We hebben een prachtig schoolplein hier aan het Hofpark. En eens in de zoveel tijd gaan we in plaats van voetballen lekker hier langs. Om kinderen in aanraking te brengen met dieren en een stukje verzorgen. En ja, gewoon laten genieten van wat de natuur ons eigenlijk te bieden heeft. Die cavia die gaat 's nachts op de rug van dat konijn liggen. Liggen ze te slapen, ja. Gaat boven zijn rug liggen. Gerco kan zich Wateringen niet voorstellen zonder kinderboerderij. Dat is een gemiste kans. Kijk, wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de verbinding met de brug met het Hofpark. Waardoor we het Hofpark eigenlijk het verlengde van onze school is geworden. En daar is deze prachtige boerderij een onderdeel van. De kinderboerderij wil graag in gesprek komen met wethouder Snijders. Tot op heden is zo'n gesprek nog niet gelukt. Vinden jullie het leuk op de kinderboerderij? Ja, hè? Ja, kan jullie mogen wel praten hoor, want jullie praten thuis ook.